Dames en heren, mag ik u van harte welkom heten bij de wedstrijd Hooglanderveen Vriendenschaar. Wellicht kent u het nog. Een aantal jaren geleden was dit een memorabele dag dat Hooglanderveen hier 3-3 speelde op het mooie Willem Thomas Sportcomplex. En daarmee werd toen het kampioenschap eigenlijk verzilverd. De week daarna werd het uiteindelijk beslist uit de gezeist, maar wat was dat een wedstrijd. Hopelijk kunt u het nog herinneren, want ik kan het nog herinneren als de dag van gisteren. Een geweldige prestatie toen die tijd. En inmiddels is Hooglanderveen met Vriendenschaar in de tweede klasse beland. Want ook Vriendenschaar heeft in het verleden vaak tegen Hooglanderveen gespeeld. En zelfs ook nog gewoon in de vierde klasse en in de derde klasse. En nu dus in de tweede klasse aanbeland. En ik kan wel stellen dat het een belangrijke wedstrijd is vandaag. Want Vriendenschaar staat met 14 wedstrijden gespeeld op 25 punten. En daarmee bemint ze de vijfde plek. En Hooglanderveen staat zevende met een wedstrijd minder en 20 punten. Dus enig resultaat kan een mooie slag betekenen om omhoog te kijken. Tevens een belangrijke overwinning in de tweede periode. Want daar doen Hooglanderveen en Vriendenschaar beide het zeer goed. Natuurlijk door de mooie overwinning van Hooglanderveen afgelopen week tegen SO Soest. De 2-3 overwinning daar in de laatste minuut verzilverd. En dat betekent dat beide ploegen meedoen voor de tweede periode. En de winnaar die zal de meeste kans maken op die tweede periode. Waar nog 4 wedstrijden in te spelen zijn. Veel plezier vandaag. We zien Rohan Bloemendaal klaarstaan. En daar wordt de aftrap al genomen na het fluitsignaal van scheidsrechter Smit. Rohan Bloemendaal gaat op weg naar de goalie. Oh, daar heeft hij gewoon een bal tussen de benen gespeeld van de verdediger van SCA. Hij loopt richting de 5 meter en schuift hem uitstekend binnen. Ja hoor, Rohan Bloemendaal. Zijn favoriete speler is Messi. Die speelt bij Barcelona. En zo maakt hij een mooie Messiaanse aanval. En mag hij terug met een mooi dansje. Laat hij zijn doelpunt zien en zijn blijheid zien. We gaan de wedstrijd beginnen. Het is 2 uur. En scheidsrechter Smit uit Opmeer gaat de wedstrijd in goede banen leiden. Vriendenschaar mag aftrappen. De gesponsorde bal van Cor Kok. We kennen Cor Kok allemaal als zeer actief vrijwilliger bij de vereniging. Ik heb hem wel eens horen zeggen, ik ga eigenlijk alleen op zaterdag helpen. En dan betekent dat helpen van 7:30 ochtends tot 5 uur, 6 uur 's avonds. Maar inmiddels loopt hij ook al op zondag rond, want hij ziet overal dat er handen nodig zijn. Geweldig en natuurlijk complimenten. Goeie overname van Tim van Nederkingen, nu aan de rechterkant. Tim van Nederkingen, prima bal. Laszlo Duister, 16 meter, zijn we inmiddels ingegaan. Brian Schimmel, bal naar de tweede paal. Veel vrijheid daar, Roy Thomassen. Prima neergelegd. Maar net geen aansluiting op die tweede bal. Toch door, Tim van Nederkingen. Met een soort van omhaal. Ja, eerste momentje voor Hooglanderveen. Relatief makkelijk op. Laszlo Duister krijgt ruimte om de ballen aan te nemen. Dat is fijn, want daar is hij goed in. Laszlo Duister kan de steekbal geven. Uitstekend moment van de paas van Laszlo Duister. Damien Bakker gaat de voorzet geven. Dat doet hij. Veel ruimte. Roy Thomas, dit is het moment. Ja, wat jammer. Brian Schimmel is er al een paar keer langs geweest vandaag. Kies nu de binnenkant van de weg. En dan gaat hij, nou, ik denk een halve meter langs de paal. Nu steeds weer Hooglanderveen die in balbezit komt. Dan gaat Oscar Cardoze kiezen voor de lange bal. Die is lastig, verdedigend ook moeilijk. Dan buitenspel en de goal mee. Nu was dit een moment voor Laszlo Duister. Danny de Graaf met de controle. Prima gespeeld door de jonge middenvelder. Eigenlijk spits, maar vandaag middenvelder Danny de Graaf. Lekkere actie. Damien Bakker. Danny de Graaf, 3-4 man om zich heen. Kan niet. Ja, hij houdt nog steeds de bal. Oscar Cardoze. Prima gedaan door Danny de Graaf daar. En dan in één keer de mogelijkheid. Oh, dan is handje getrokken. Dit is de penalty. Dit is een penalty, 100% zeker vanaf deze positie te zien. De arm van Laszlo Duister werd naar beneden getrokken. Hij kon niet zijn actie afmaken. En dan zal er een gele kaart volgen voor het uithalen van een veelbelovende mogelijkheid voor Laszlo Duister. Damien Bakker. Kan je het doen? Kan je Hooglanderveen verdiend op 1-0 voorzetten? Damien Bakker aanloop is kort. Damien Bakker prima binnengeschoten. Damien Bakker, het is 1-0 voor Hooglanderveen. En complimenten voor de ploeg van Ulrich Landvreugd. Want een verdiende voorsprong. Oscar Cardoze op Laszlo Duister. Daar is de kans. En de goal van Brian
Daan Schimmel. Het is 2-0. Ja hoor. Wat een ruimte daar aan de rechterkant in de 16 meter. En zo komt Hoogendeveen op 2-0. Geweldig. Oscar Cardoza, weer een mogelijkheid. Kan Hoogendeveen nog verder komen? Weer een goede bal op Damien Bakker. Geeft de voorgoal. Laszlo was daar bijna. Ik noem het al bijna in mijn naam. Dat scheelt weer 20 centimeter. Nu gaan er meerdere spelers onder de bal door. Komt daar een schot. Moet Mike Brans in actie komen? Ja. Gevaarlijk schot van Rit van Tunk. En dan mogelijkheden voor Hoogendeveen. Nee, want scheidsrechter Smit gaat fluiten voor de rust. We hebben een goed sterk Hoogendeveen gezien. Die leidt met 2-0. Met veel mogelijkheden. En op naar een mooie tweede helft. We staan klaar voor de tweede helft. Het zonnetje schijnt nog steeds heerlijk. Met een klein fris windje is het toch goed vertoeven. En met een 2-0 voorsprong voor Hoogendeveen hebben we een hele leuke eerste helft gezien. En hopen we op een even leuke tweede helft. Veel mensen van Hoogendeveen eromheen. Nu de steekbal, die kan komen. Goed positie gekozen van Ruud Vos. Maar blijft hangen in de 16 meter. Kan die eruit komen? Boesbiep. En dan is de goal. Nee. Dan zien we geweldig verdedigende actie van Rijn Verdiemen. En dan zien we Brian Schimmel. Die kan door. Ja, die kan in balbezit komen. Brian Schimmel, twee man opzij. Oh, de geweldige actie. Brian Schimmel zet zo twee man opzij. Nou, als we die niet in de close-up nemen, dan weet ik niet. Danny de Graaf gaat voor en dan zien we in één keer de mogelijkheid. Dan kan nog even beslissen. Jongens, jongens, een geweldige aanval. Waar het allemaal begint bij Brian Schimmel. Ja, ik sta echt te genieten hier hoor. Goeiedag zeg. En zo afwerken. Complimenten voor dit doelpunt. En natuurlijk, het begint hier rechts aan de middenlijn. En vrienden, schaars geklopt. Dit moet wel de beslissing zijn. Het is 3-0 voor Hoogendeveen. Hoekschop van Boesbib. De aanvoerder van Vriendenschaar brengt hem in. Tweede paal, wat een ruimte. Oh, wat een ruimte voor Martina, jongens. Hoe kan je deze man vrij laten staan in 16 meter? Ramon de Bruin gaat het veld inkomen voor de laatste, wat zijn het, 5 minuutjes vandaag. Balbezit voor Hoogendeveen. Brian Schimmel wilde graag nog wel eens een keertje voorbij. Ramon de Bruin, kan die erbij komen? Hij is snel, ja dat kan die. Dan een overtalsituatie. Goeie actie, Ramon de Bruin. Gaat hij zijn invalbeurt bekronen met een doelpunt? Of stelt hij Damien Bakker in de mogelijkheid? Dat doet hij! Ramon de Bruin geeft de bal af aan Damien Bakker. En dat is 4-0 voor Hoogendeveen. Goed uitgespeeld. En dan bekroont hij zijn invalbeurt met een geweldige assist. Boesbib, bal komt aan. Jazeker, bij Kranenburg. Die kan nog schieten ook. Dat scheelt weinig. En daar fluit hij dan voor het einde van de wedstrijd. Scheidsrechter Smit. Het is 4-0 voor Hoogendeveen. We hebben een uitstekende individuele acties gezien. Maar we kunnen vooral spreken van een teamprestatie. Hulde voor de mannen uit het Veen.